Yo, Nintendo fans. Welkom bij deze Super Mario 3D World video. Waarin we nu naar dit kasteel van Bowser gaan. We moeten de laatste levels gaan doen. Oh, er is iets met Piet. Wacht even. Ik ga hem reanimeren, jongens. Welkom terug, Piet. Nou, was wel lekker rustig daar zo. Oké. Doei! Wij gaan lekker gamen. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's op je beeldscherm. En dan gaan wij dit leveltje spelen. De hete hinderlaag. Nou, wat is er dan zo hinderlaagisch aan dit leveltje? Is het de Twompie? Is het hier? Waarom? Oh, ik wou op de muur klimmen, maar dat kan niet. Ik dacht dat het Kat Luigi was, maar ik ben helemaal geen Kat Luigi. Ik ben Tanuki Luigi. Mag ik een kattenbel? Ja, top, dankjewel. Dat is ideaal voor in dit level. Super dope. Let's go! Daar, ik zie daar een ster, jongens. Ik zie hier een ster. Ik zie hier een ster. Zie je? Hier om de hoek. Ja hoor, sterretje! Sterretje nummer 1. Oh, wacht even. Hierboven is een wolk. Ja, en daar ligt al gelijk de stempel. Holy moly, dit gaat lekker. Kunnen we hier verder omhoog klimmen? Ja, ja. Hey, Kamek! Nog een Kamek! Nog een Kamek! Later, alle Kamex. Mazzel. Hey, en daar hebben we dan weer een ster. Yo, dit gaat super hard. Oké, dit is de tweede ster. Moeten we even daar naartoe? We gaan keihard, man. We gaan keihard. Ik dacht dat dit een hinderlagisch leveltje was, maar val mee. Is hier een ster? Nee, hier is geen ster. Checkpoint. Nu moeten we hier naartoe om even 5 muntjes te gaan pakken. Ik ga alle enemies gewoon even lekker slopen onderweg. Hatsenflatsie. Hier is muntje nummer 1. Doei, enemy. Hier is muntje nummer 2. Doei, kattenpakje. Potverdorie. Oké, we gaan hier naar boven. Oh, we gaan even wachten met daar naar boven gaan. We gaan nu hier naar boven en dan op zijn bakkes. En dan muntje nummer 3. Lekker. Moeten we nog 2 muntjes zien te vinden? Oh, wacht even. Oh, wat is dit? Wat is dit? Wat gebeurt hier? Moet ik hier even deze Tanuki pakken en dan zo deze blokjes weghalen? Hoe kan ik hieronder? Ja, kijk. Oh! Ja, dan kan je eronder kruipen. Zo, hop, zijn keutje. Lekker. Oh, wacht. Eerst moet jij kapot. Dan hebben we hier de dingetje nummer 5. En dan naar boven. En dan is hier nummertje 5. Net was dus nummertje 4. Ik kan niet meer tellen, jongens. Ah! Er komt allemaal gif. Allemaal gif. Ja, maar we hebben alle enemies al verslagen. Dus dit... Oh, nee. Ah, ik dacht dat ik daar een shortcut kon nemen. Dat ik daar doorheen kon vallen. Maar dat gaat helemaal niet. Let's go, Luigi. Lekker, ja. Ja, easy. Als je al de enemies even van tevoren verslaat, is dit niet zo moeilijk. La 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 la. Nou, dan even wachten tot deze helemaal boven is. En dan kunnen we zo weer... Hoppakee. In de vlaggenmast vliegen. Yep, dan hebben we dit leveltje weer 100%. Lekker, man. Volgens mij moeten er nog eens van 4 levels. En dan het eindgevecht. Hé, jongens. Het eindgevecht wordt episch. Die wordt zo vet. Of is dat hier nog niet? Dat zou ook zomaar kunnen. What up, Toad? Toadbaas trosteert de Twompfabriek. Oké, we moeten alle Twompies even negeren. Ja, die moeten we ontwijken. Hier is sterretje nummer 1. Dan moet ik straks op Twomp zijn hoofd vallen. Even hier snel door. Ja. Even kijken hoe ik boven ga komen straks, hoor. Moet ik hier in? Of kwam ik hier uit? Oh, hè? Ja? Ah, ja, kijk. En dan kunnen we hier naar boven via deze Twomp. Ja, top. Oh, nee! Ik moet wel op blijven letten. Ik ben al 1 keer gecrushed door Twomp nu. Daarachter is zeker ook een doorgang. Ja, dat is een doorgang. Ik weet niet of daar echt een ster is. Eens even kijken hoor. We gaan hier naar boven, denk ik. Ja, en dan hier naar de overkant. Oppassen voor die bulletjes. Hier zijn nog 2 sterren en daar beneden is nog 1 ster. Oké, deze 2 zijn niet zo heel moeilijk te pakken. Die kunnen we gewoon hier naartoe. En dan kunnen we daar bovenop die Twomp zijn hoofd even landen zo. Ja, landen zo of Zalando. Waarom ben ik zo slecht met woordgrappen? Ah, ik snap hem denk ik. Wacht eventjes. Ja, ik snap hem. We moeten helemaal hier naartoe. Dan moeten we op deze Twomp gaan staan. Ja, die is nu naar beneden. Kijk, en dan wordt hier een bullet bill afgeschoten. En daar moeten we achteraan lopen. Pompidompidompidompidom. Hier in het gat vallen. En dan hoppakee. Dan zijn we bij de laatste ster. Lekker Toadje. Baby Toad. Deze kleine Toad ziet er echt te grappig uit. Ik ga nu met Peach spelen. Ik bedoel, als dit het Bowser-wereldje is, dan moet Peach degene zijn die Bowser's ass kickt. Dan kan Peach het eindelijk een keer gewoon terug doen. Dat lijkt me een heerlijk gevoel. Alright. Tanuki Peach, waar gaan we naartoe? We gaan denk ik niet hier naar beneden. We gaan hier wel even proberen om een power-upje te fixen.
Een vuurbloempie, lekker. Kan ik die dingen schieten? Nee, die kunnen niet kapot. Die kan sowieso wel kapot. Oh, moet het wel even... lukken. Oh, wat die inktvis is helemaal psycho geworden, jongen. Ga weg, inktvis. Opzouten. Hey, en hier achter een krat ligt de eerste ster. Nice. Oké, let's go. Dan moeten we straks daar dus naar beneden. Is ook de enige optie zo te zien. Ja. Ik heb het gevoel alsof ik toch misschien iets mis, maar... Nee, misschien toch niet. We gaan gewoon even verder kijken. Dat merken we vanzelf wel. Nou, we gaan gewoon even hier naar boven. Zo. Nou, heb ik dus wel het gevoel... Ja, kijk, hier... Hier heeft iemand een ster. Deze gast heeft een ster. Pak hem! Pak hem! Potverdorie. Volgens mij komt hij er bijna aan. Hierna komt hij. Ik ga alvast een beetje zwemmen. Zo. En dan... Pak hem! Pak hem! Lekker! Oké, de tweede ster hebben we ook te pakken. Oh, zwemmen. Ik ga even hier kijken of hier iemand ook nog even iets boeiends heeft voor mij. Misschien een stempeltje of misschien de andere ster. Oké, niemand heeft wat, maar ik ga wel even achter ze aan. Want misschien dat daar beneden nog wel iets te vinden is. Go. Naar beneden. Even hier naartoe. Ja. Of nee. Zou hier beneden nog wat zijn? Oh, hier is alleen tijd. Oké, dat hadden we niet per se nodig. Ik hoop dat we die stempel nog kunnen vinden. Ja, waarschijnlijk hier wel. Wat gaan we hier allemaal doen? We gaan in ieder geval even alle enemies slopen hier in het water. Ja, wel knap trouwens dat het water gewoon zo... Dat het vuur gewoon zo door het water heen gaat, bedoel ik. Kijk, ik kan gewoon vuurballen schieten in het water. En dan... Ja, super chill. Even kijken, is hier een ster? Ik zie hier wel een lichtje. Nee, helaas geen ster. Is hier een ster? Nee, ook niet. Is hier dan een ster? Nee, een vuurbloem. Je gaat me niet vertellen dat ik nu alsnog iets gemist heb, toch? Ik denk dat hierboven sowieso wat zit. Ik denk dat ik even niet in de buis moet gaan. Oh, nee, niet. Er zit hier niks boven. Oké, nee. Cool. En hier om de hoek ook niet. Nee. En hier om de hoek ook niet. Oké. Dan gaan we gewoon even de buis in. Naar deze lelijke inktvis. Ah, we moeten nog een heel stuk, joh. Oké, go. Go. Daar zit niks. Hier zit een Oh, daar zit een ster in. Oké. Zou ik die met de vuurbloem kunnen kapot schieten? Ja. Kijk, we kunnen die dingen met de vuurbloem kapot schieten. Dan kunnen we in ieder geval ook deze ster pakken. Dan nu dus alleen nog even de stempel. Waar is de stempel in dit level? Komt die hier? Is hier de stempel? Oké. Ik zie nog geen stempel. Nee, geen stempel te bekennen. Ik heb hem gemist, hè, de stempel. Hier zit hij ook niet in, natuurlijk. Nee, misschien zit hij in die kistjes hierboven dan? Zit hij hierin? Nee? Oké. Wacht even een pauwblokje. Even alle enemies slopen. Hotseflats. Lekker. Nog steeds geen stempel te bekennen. Yo, waar is die stempel? Zit hij hier, die stempel? Oh, ik heb nog maar 28 seconden, joh. Zwemmen, Peach. Zwemmen. Sneller. Ja, daar is hij. Ik ga gewoon hier doorheen. Ik moet hem pakken. Let's go. We moeten naar het einde, Peach. Snel. 10, 9, 8, 7. Nee. Ik ga het net niet redden. Ik had beter op de tijd moeten letten. Daar is het einde. Nee. Nou, ik heb nu wel alles gepakt. Dus ik kan in één keer doorracen naar de finish. Oh, man. Go, Peach. Lekker. En dit is de Vlammende Vuurzee. Het ene laatste level in deze dungeon wereld. Let's freaking go. Ja, dat gebeurt soms. Ik zei, let's freaking go. Hatseflats. Oh, kijk, nice. Boomerangtje. Boomerang Peach is best wel cool trouwens. Die ziet er echt vet uit. Kan ik hier trouwens naar boven? Is hier boven iets? Ik moet hier naar boven, hè? Oh. Zag hoe gek we jumpen, jongen. Oh, zag die jump. Die jumps waren echt te mooi gewoon. Oké, maar hier zit geen ster of zo. Oké, nou, dan gaan we gewoon lekker door. Ik wil schieten, maar ik kon niet schieten. Laat me schieten. Anyway, in dit level moet je opletten. De groene plateautjes, dat zijn de veilige plateautjes. Hotseflats. Twee tegelijk. Nou, kunnen jullie wel aankomen vliegen met z'n tweeën? Maar dat was gewoon een vet tactische worp, jongen. Oké, nu moeten we wel even uit gaan vinden waar we dan alles kunnen gaan vinden strakjes. Qua sterren en zo. Hey, dude, waar kom jij vandaan en waar ga je naartoe? Deze moet... terug in de lava, jongen. Want ik moet hier die ster pakken met mijn boomerang. Anders lukt het niet. Lekker. Wegwezen. Ga weg, ga in de lava, jongen. Goed zo. Helemaal top. Jij ook in de lava?
Oh, ik moet even, denk ik, geduld hebben nu. Ja. Oké. Oké. We gaan nu springen. Go. Rennen, Peach. Rennen. Lekker. Oké, hier zijn we veilig. Dit wordt een lastige. Deze moet even in de lava. Ja, oké. Dit gaan we zo doen. Deze gaat in de lava. Dan gaan we nu deze ster hier pakken. En dan gaan we heel snel proberen te lopen. En proberen alles te pakken. Als het goed gaat. Ik heb denk ik net niet genoeg tijd hiervoor om dit in één keer te halen. Ah! Ik dacht dat ik dit kon. Oké, we gaan dit nu rennend proberen. Maar ja, dit werkt natuurlijk niet. Nee, dit werkt totaal niet. Want die lavamannetjes, die liggen veel te erg in de weg. Of lukt het wel? Het lukt wel. Pak hem. Lekker. Oké, Peach. Top gedaan. Wegwezen hier. Door de buis. Door naar het volgende stukje. We zien daar in de achtergrond al de ster. Oké. Volgens mij kan ik met Peach ook wel makkelijk hier naartoe vliegen. Ja. Oeh, net op tijd ook. Vlieg. Weg. Lekker. Ah, waar is de stempel? Is die hier ergens? Ik zie hier wel een power-up blokje misschien. Dry bones, flying dry bones, wegwezen. Oké. Ja, lekker. We hebben nu een power-up. Die kan ik heel goed gebruiken. Oh, de stempel is hieronder. Het is maar goed dat ik even terugliep, jongens. Kijk, de stempel die ligt hieronder. Nu zit hij in de lava. We gaan hem zo pakken. Let's go. Kijk, hier is die. Hoppakee. We hebben alles. Nu moeten we alleen een leveltje nog even uitspelen. Oeh, dit ging net goed. Go. Rennen. Door de buis heen. Bovenlangs. Want daar is een muntje. Ja, oké. Extra bonusmuntje. Heerlijk. Oh. Super cool. Oh, wacht even. Go, Peach. Lekker. Vet level dit, man. Met al die lava beesten. Super cool. Ja, dan mag ik wel voor een ene laatste level in deze super toffe wereld natuurlijk. En dan nu, jongens. Als het goed is, verschijnt hier nu een brug richting het kasteel van Bowser. Gaat het slot zo weg? Wij moeten zelf het slot weghalen. Oké, let's go. Hebben we 130 sterren voor nodig. Gaan we doen. Doe een duimpje omhoog als je dit vet vindt, jongens. Vergeet niet te abonneren. En dan gaan wij dit level spelen. Ik heb hier hype voor, jongens. Ik ben hyped. We zijn jullie ook hyped? Laat het weten in de reacties. Dit is Bowser's Vulkaankasteel. Let's go. En Peach gaat Bowser gewoon keihard aanpakken, jongens. Let's go. Wacht even. Hier is Boomerangman. Hier zijn vulkaanmannetjes. Boomerangman, hier, heb je een boomerang. Moet je wel vangen, hè, vriend. Wee, boomerangmannen. Ja, lekker. Lekker, oké. Daaronder is een ster. Die kunnen wij wel pakken. Dan moeten we even langs de muur grinden, zo. Zo, en dan op het laatste moment springen. Moeten we alleen even de goede plek zoeken. Ja, nice. Lekker gedaan, Peach. Oké, wat ben jij? Wat is dit? Bommetjes. Voetballen. Het voetballen ging niet helemaal lekker zo te zien. Oké, mag ik nog een voetbal? Ik wil even die muur kapot voetballen. Ja, Peach kan niet zo goed voetballen zo te zien. Het mikken is een beetje lastig. Wie hebben we hier nodig? We hebben hier... Oh, wacht even. Wacht even, moet ik hier naar boven of zo? Hierboven is iets. Hierboven is een stempel. Ja, zie je? Hierboven is een stempel. Ja hoor. Lekker, stempeltje gepakt. Even weer de power-up pakken. Nice. Oh, daar is een vuurbroman. Vuurbroman is alweer weg. Dag, later. Hier hebben we exploderende voetballen. Lekker. Wachten. Nice. Wat zit hierin? Nog een keer wachten. Wat zit hierin? Muntjes. Hoef ik niet. Ik heb genoeg muntjes. Ik ben rijke tata. Nou, niet in het echt, maar wel in dit spel. Alright. Checkpointje. Waar zouden die sterren zitten? Let's go. Rennen maar. Daar is er eentje. Kan ik die pakken met mijn boomerankie? Ja, als ik recht gooi tenminste wel, denk ik. Kan jij even kapot? Top. Juist, lekker. Oké. Ah, nee! Ik ben geraakt door Henky de Panky. Waar is de... Ik heb de tweede ster gemist. Nee! Ik ga gewoon terug. Dat is alleen niet het handigste, denk ik. Dan word je sowieso door alles geraakt. Waar is die ster? Waar is die ster? Waar is die ster? Kan ik hier nog verder naar boven of zo? Daar is die ster! Rechtsbovenin! Hoe ga ik die ooit pakken? Hoe kom ik daar? Ja, dan hebben we kattenoutfit nodig, hè? Ik kan moeilijk zo via de muur zo springen. Dat gaat hem niet worden. Even proberen een kattenoutfit te regelen bij Toad, jongens. Oké, ik denk dat ik voor de grote moet gaan, maar ik weet het niet zeker. Ja, lekker! Oké, dan heb ik deze in de bank nodig.
Of, nou, ik heb denk ik de kattenoutfit in de bank nodig. We gaan het zo doen. Lekker. De stempel, die was hierboven. Yes. Oh, dan moet ik alleen nog niet op die knop drukken, denk ik. Dat is nog makkelijker. Pak ik nu de kattenoutfit, klimmen we hier naar boven. Ja, sterretje nummer 2. Lekker. Dan kan ik alleen deze niet pakken. Tenminste, niet zonder dood te gaan. Dus, Oké, nu zijn we weer waar we net ook waren. Oh, dit is wel lastig trouwens, deze gasten. Ja, lekker. Eentje is kapot. Die andere moet even hier naartoe springen, denk ik. Ah, lekker. Oké. Ah, en zo creëren we een bruggetje. En gaan we naar het einde van dit level, denk ik. Let's go. We gaan de grote trap op richting Bowser, denk ik. Of is het geen Bowser? Ja, dit moet wel Bowser zijn, toch? Ja, daar is hij weer, jongen. Hij heeft een nieuwe waggy. Kijk hem gaan, jongen. Mop. Ja, en nu is hij boos deel 2 gewoon, hè? Oké, kom dan. Je gaat wel echt heel langzaam trouwens in deze auto. Dude. Oh, wat? Ik kan deze voetballen blijkbaar alleen maar schoppen als ze niet door de lava heen gaan. Oké. Waarom kon ik die net niet schoppen? Ik durf niet meer te schoppen nu. Ik ben bang dat ik dood ga. Nou, anyway, misschien toch gewoon schoppen. Alleen moeten we iets eerder schoppen. Zo, lekker. Hoppakee. Dus alleen wel, als ik nu één foutje maak, dan kan ik opnieuw beginnen. Schoppen, lekker Peach. Lekker. Ja, jij mag in het Nederlands elftal van de dames, Peach. Je bent goed bezig. Nou, deze ga ik even laten. Hoe komt die opeens mijn kant op? Oké, kom maar op. Geef mij een nieuwe bal. Geef even een nieuwe bal, vriend. Waarom geef je geen nieuwe bal? Waarom ben je alleen maar vuur aan het spugen? Geef even een nieuwe... Ja, nu hoef je geen nieuwe bal te geven. Nee, nu heb ik geen nieuwe bal nodig. Geef nu maar een nieuwe bal. Lekker. Oh, mis. Oké, go. Ik ga even de tempo erop proberen te gooien, hoor. Want als ik sneller loop, dan gaat hij ook sneller rijden. En dan... gaan we dood. Kom eraan, jongen. Ik kom eraan. Hier, kom dan. Oh, ik kan ook gewoon zijn auto... Ik kan zijn auto met mijn boemerang slopen. Wat vet. Hoppakee, kijk dan. Ik maak zijn auto gewoon met een boemerang kapot. Ha! Dit is super grappig. Dit wist ik niet eens dat het kon. Wat handig. Hutsakee. Of ik gooi gewoon een voetbal tegen zijn auto met mijn boemerang. Dat kan ook. Oh nee. Oh, dit is zo jammer. Ik was nu gewoon te gierig, jongens. Ik sprong te snel. Hoppakee. Kom dan, vriend. Oh, weer ben ik te gierig. Waarom spring ik elke keer zo snel? Bowser, wat is dat voor een rot trucje? Waar ga je naartoe, jongen? Waar ga je helemaal naartoe? Dude. Gooi ballen. Geen vuurballen. Gooi voetballen. Ja, dag. Ik vertrouw dit allemaal niet, hè. Ik zie ook niks. Let's go. Kom op. Ja. Pak de voetbal, Peach. Lekker. Gooi nog een voetbal. Nog een voetbal, zei ik. Geen vuurbal. Ik weet dat het maar een paar lettertjes schelen. Maar gewoon een voetbal even gunnen, jongen. Dankjewel. Ja, dan kan je gillen, vriend. Dan kan je gillen. Maar we gaan gewoon even hier naartoe. Ik wil nu een voetbal. Nee, je gaat weer weg. Je gaat gewoon... Oké, kom. Deze gast, jongen. Deze Bowser, jongen. Kom dan. Met je mooie auto. Je denkt omdat je Mercedes hebt dat je gelijk de koning bent of zo. Hier voor jou. Lekker. Ik voel me niet echt veilig zonder power-upje. Ik hoef echt maar één fout te maken en dan is het gewoon klaar, hè, jongens. Kijk, dat bedoel ik dus. Bijna een vuurbal op mijn hoofd. Geef nou even een voetbal, Bowser. Doe nou even niet zo lullig. Dankjewel. Hier. Lekker. Hoe vaak moet ik jou raken, man? Hoe vaak moet ik je raken? Je auto is aan het roken, jongen. Dan moet je niet doorrijden. Kijk, dan krijg je dit ervan, hè. Als je doorrijdt met een rokende auto, dat kan niet goed gaan. Doei, Bowser. Oh, hij heeft zijn kontje weer gebrand. Later. Ik dacht dat draken dat wel fijn vonden. Gewoon een beetje vuur. Maar nee, Bowser houdt er niet van. Van vuur op zijn kont. En daar is ook het laatste veetje. Het rode veetje die we even uit haar flesje moeten gaan bevrijden. Alle andere veetjes zijn ook van de partij. En hebben we de game dan uitgespeeld, jongens? Wat denken jullie? Zou het zo zijn dat Bowser inderdaad niet tegen vuur kon op zijn kont? Ik denk dat hij nog wel een trucje voor ons heeft. Kijk. We horen hem al. Kijk, nee, hij is het er niet mee eens. Hij zegt, nee, vriend. Je hebt dit wereldje nog niet uitgespeeld. Hier. Ja, vlieg nou even weg. Nee, vlieg nou gewoon... Oh, vlieg dan gewoon weg, joh. Moet ik nu weer gewoon lekker opnieuw gaan beginnen? Vlieg nou gewoon weg! Wat is dit? Is dit Rainbow Road van Mario Kart?
Gaat hij een ontsnappingsroute regelen via Rainbow Road? Ja, we hadden ook natuurlijk lang nog niet alle stempels. Dus dat kon nooit betekenen dat we de game al uit hadden gespeeld. Nee hoor. Zie je, er is hier inderdaad weer een warp pipe hier aan de rechterkant. En die glinstert met allemaal mooie kleurtjes. Dus we zijn nog lang niet klaar, jongens. Doe een blauw duimpje omhoog als je de rest ook wil zien. Vergeet dan niet te abonneren op dit kanaal voor iedere dag Nintendo video's. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickertjoe. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!